Met Mechelen opnieuw tussen de lijnen. Buchanan als rechtsachter. En Nusa aan de afslap bij Club Brugge. En Kuba. Een versnelling van een Benza. Het gaat naar Heijmans, die goed aflegt. Badji zoekt zijn plaats. Heijmans mist zijn schot. Badji niet. En het is 0-1. Badji viert niet, maar Chalewa bekroont zijn hele goede start met een verdiende voorsprong. 13 minuten ver en de man die niet of nauwelijks scoort, die dat al helemaal te weinig deed voor Club Brugge, die brengt Chalewa op voorsprong. Ja. Wat voor één keer komt Club Brugge op achterstand. Ja, bij een week kwamen ze telkens op 1-0. Geen buitenspel. En dan de bal nog aangeraakt. Eerst nog gemist door Heijmans, maar Badji op. Kayembe, Zorgan. Moet goed meegegeven aan Kayembe. Badji naar de eerste paal, nog de kap en dan zelf de trap. En dan gaat die bal er toch zomaar in. Zorgan die bal recupereren dan tussendoor. Hier gaan we zien, goede kapbeweging. En dan is het de Mechelen inderdaad die die... Van Aken. En Meijer. Diepgang bij Lang. Bal iets te hard misschien, wel nog contact. En penalty voor Club Brugge. Nou, tikte die bal voor de neus van Damien Mark weg. En Mark kon het contact niet meer vermijden. Een penalty is volgens Lardo, dan gaat de VAR niet tussen beiden komen. Want er is wel degelijk contact en hij is gewoon te laat. De bal is al weg, maar dat is geen argument. Ja, tikt die bal weg, doet eigenlijk niks. Hè. Damien Mark doet helemaal niks. Maar goed, de vraag is dan, is dit een penalty? Hij maakt geen... En dus hij achter de bal. Kan een wereld van verschil betekenen voor club. Absoluut. Het ideale moment om terug in de wedstrijd te komen. Laatste seconde van de eerste helft. Lang. Toch voorbij Koffie. Al zat hij er wel even bij. Je hoorde het. Het contact van de handschoen van RV Koffie met de bal. Maar het is hoe dan ook 1-2. En vanuit het niets. Even misschien om in de tweede helft anders uit de kleedkamer te komen. Ja, raakt hem nog, maar net niet genoeg. Van Aken. Daar gaat Skovolsen. Skovolsen door de benen van Koffie. Daar is de gelijkmaker al. En het is niet dat hij niet in de lucht ging. En het doet het toch weer. Hè. Skovolsen. Wat zei je dan straks over voetbal, Nico? Je kan de hele tijd een mindere ploeg zijn. Hoe lang heeft Club Brugge nu goed gespeeld? Ook niet makkelijk om meteen in zo'n wedstrijd te komen. Skovolsen is er vandoor. Skovolsen. Boukamir heeft geen bal. En het wordt rood voor Mehdi Boukamir. Wat zeiden we net, een goede wedstrijd, vol lef. Maar Chalewa staat plots wel met zijn tienen. 20 minuten voor het einde. Het is beter om blijven mee te lopen dan dit te doen. Want nu wordt het zeer moeilijk. En goed, je bent hier in duel. De vraag is waar moet je dan in de tackle gaan? Skov net. Kijk, als je gewoon meeloopt is daar geen enkel probleem. Nu zit een terechte rode kaart. Dat is dan jeugdige onbezonnenheid of onervarenheid. Als je daar in het duel gaat en je duwt, dan krijg je misschien een fout tegen, maar het is nooit een rode kaart. Maar dit is te begrijpen en dit wordt nog een moeilijk. Toch niet te lang wachten met die bal te gooien. Mensen genoeg in de 16 nu. Skovolsen, dit kan het worden. Nee! Oh, wat een geluk. Noah Lang voorbij de tweede paal. En dan de vrije trap voor Sporting Charleroi. Het is weer geen zegen voor Club Brugge. Een zoveelste ontgoocheling. Dat is nu 7 speeldagen zonder overwinning.